Van harte welkom bij deze academische zitting van de Universiteit Maastricht. Mijn naam is Jan Smits en als decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid ben ik bijzonder verheugd dat u allen in grote getale de weg heeft gevonden naar onze mooie universiteit. Het zij door uw komst naar deze aula, het zij omdat u meekijkt via de livestream. Van harte welkom. Bijzonder woord van welkom aan de leden van het College van Toezicht op de leerstoel. In het bijzonder ook aan Bastiaan Cornelissen als vertegenwoordiger van Loyens & Loef. Geachte aanwezigen, vandaag is een bijzondere dag. Vandaag zal onze collega professor Bastiaan Kemp officieel het ambt aanvaarden van bijzonder hoogleraar Corporate Governance en Corporate Regulation. En ik ga professor Kemp straks vragen om zijn reden uit te spreken. Voor ik dat doe, wil ik Bastiaan graag kort introduceren en aangeven waarom onze universiteit en faculteit zo blij zijn met zijn benoeming. Moeilijk uitleggen is dat niet. Bastiaan is eigenlijk de gedroomde kandidaat op deze leerstoel. Maastrichts alumnus, cum laude, afgestudeerd in 2013. Een Maastrichts doctoraat in 2015, slechts 2 jaar later. Advocaat sinds 2013, eerst bij DVDW in Den Haag, nu bij Loyens & Loef in Amsterdam. En sinds eind vorig jaar daar ook partner. Lid van de adviescommissie ondernemingsrecht van zowel de NOVA als de KNB. En redactielid van het Maatblad voor Ondernemingsrecht en van de Journal of European Company Law. En vooral, en daar gaat het uiteraard om aan deze universiteit, iemand die diep nadenkt over de fundamentele vragen van het ondernemingsrecht. Geen bijdrage over hoe de zinsnede ten hoogste 2 cijfers achter de komma in artikel 67c, boek 2, burgerlijk wetboek te interpreteren, maar wel over verantwoordelijkheid van aandeelhouders en stakeholder governance of rechtsvorming in het ondernemingsrecht. En iemand die daarover gepassioneerd onderwijs geeft aan onze studenten. Onder meer in het mastervak Comparative Corporate Governance. Elke juridische faculteit wil wel zo iemand als bijzonder hoogleraar. Vandaar dat wij zeer verheugd zijn dat dit per 1 april 2020 ook is gerealiseerd. Nu denkt u misschien, 1 april 2020, die datum, was daar niet iets mee? Ja, dat was de periode van de eerste lockdown. Horeca, scholen en de universiteit waren gesloten, iedereen werkte thuis. En dat leidt vandaag, geachte aanwezigen, wel tot een bijzonder fenomeen, een historisch moment, waarvoor u volgens mij terecht naar Maastricht kwam. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van onze universiteit, en misschien wel van welke universiteit dan ook, dat een hoogleraar een tweede oratie schreef op dezelfde leerstoel. Er was een eerdere datum. En wat u vandaag te horen gaat krijgen is de tweede oratie die professor Kemp schreef. Toen COVID insloeg was live oreren geen optie. En misschien zou een gewone persoon dan zeggen, dat is fijn, dan heb ik wat meer tijd en stel ik het schrijven nog even uit. Of stel dat de tekst toevallig al klaar zou zijn, hypothetische situatie, dan spreek ik die tekst gewoon later uit, zou een gewone persoon misschien zeggen. Dan kent u Bastiaan niet. Bastiaan heeft zijn eerste oratie, toen die in december 2021 niet kon doorgaan, gewoon gepubliceerd. En voor vandaag schreef hij een tweede, een nieuwe oratie over een ander onderwerp. Een dubbele oratie, zou ik zeggen. En om dingen dubbel te doen, is misschien zelfs wel een familietrek van de familie Kemp. Zo zijn er vanaf vandaag officieel ook 2 professoren Bastiaan Kemp. Ze zitten allebei op de eerste rij. Van harte welkom. Bastiaan, onze universiteit en faculteit zijn zeer verguld met je benoeming tot hoogleraar. En ik wil je heel graag uitnodigen om je oratie uit te spreken onder de titel Gedragsnormen en rechtsvorming in het ondernemingsrecht.
Dank u wel. Geachte prorector, hooggeleerde collega's, beste familie, vrienden en studenten. Ik wil u eerst kort twee uitspraken voorhouden die eerder deze maand zijn gewezen. Eerder dit jaar werd bekend dat Client Earth als houder van 27 aandelen een derivative action was gestart tegen Shell en vooral haar bestuurders. Client Earth vindt namelijk dat deze bestuurders onvoldoende het belang van Shell behartigen als gevolg van een falend klimaatbeleid. Ook wordt de bestuurders verweten dat zij onvoldoende rekening houden met het Nederlandse Shell-vonnis, waarvan op dit moment een hoger beroep loopt. De Honorable Mr. Justice Thrower heeft het verzoek tot het mogen voeren van deze procedure in een vonnis van 12 mei van deze maand afgewezen. Een van de overwegingen die hij wijdt aan deze afwijzing is dat het uiteindelijk is aan het bestuur om te bepalen wat in het belang van de vennootschap is. En dat Client Earth had moeten aantonen dat there is no basis on which the directors could reasonably have come to the conclusion that the actions they have taken have been in the interest of Shell. De rechter erkent vervolgens ook zijn eigen beperkingen. Het besturen van een onderneming van de omvang van Shell brengt met zich dat vele belangen moeten worden afgewogen. En de rechter is niet geschikt om zich hierin te mengen. Justice Thrower concludeert dat de zaak op basis van zijn prima facie oordeel onvoldoende grond is om deze procedure voor te zetten. Dan de tweede zaak. Die is dichter bij huis. Vorige week deed de ondernemingskamer uitspraak in de tweede fase van de enquêteprocedure in zaken Estro. De failliete kinderopvang. De feiten van deze zaak zijn uitvoerig. Maar als je het terugbrengt tot de kern, komt het erop neer dat de overnemende partij na de overname een molensteen om de nek heeft gehangen van de vennootschap die is overgenomen. De vraag waar de ondernemingskamer zich afgelopen week onder meer over uitliet, is welk belang het bestuur daar had moeten behartigen. En daarover schrijft zij het volgende, en dit verdient, deze overweging die verdient een wat langer citaat. In deze zaak doet zich de bijzonderheid voor dat Catalpa in Nederland de grootste onderneming in de kinderopvang was. Een branche die via de kinderopvangtoeslag in hoge mate afhankelijk was vanuit publieke middelen afkomstige gelden. Het verdienmodel van de onderneming was daarmee in belangrijke mate gebaseerd op de beschikbaarheidsstelling van geld dat van overheidswegen werd verstrekt om een voldoende aanbod aan kwalitatief hoogwaardige en betaalbare kinderopvang te waarborgen. En dan komt het belangrijke stuk. Deze omstandigheid brengt met zich mee dat het belang van de vennootschap bij het bestendig succes van haar onderneming na de overname mede werd gekleurd door het publiek belang bij de continuïteit en toegankelijkheid van een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare kinderopvang in de door Catalpa geëxporteerde kinderopvangorganisaties. U begrijpt, waar wij het vandaag over gaan hebben is uiterst actueel. Ik plaats deze ontwikkelingen in de sleutel van gedragsnormen en rechtsvorming in het ondernemingsrecht. En ik zal ook alvast een klein tipje van de sluier lichten over waar we het over gaan hebben. Als wordt erkend dat de belangen van een bredere groep betrokkenen moet worden meegewogen in ondernemingsrechtelijke gedragsnormen, dan moeten die betrokkenen deze gedragsnormen ook kunnen afdwingen. Ik denk dat het huidige ondernemingsrecht daarin onvoldoende voorziet. Om dit te verbeteren kan worden overwogen de toegang tot de rechter aan te passen om de rechtsbescherming van deze betrokkenen te verbeteren. Ik zal mij vandaag daarbij beperken tot de rol van de ondernemingskamer en dus niet alle vormen van rechtspraak daarbij betrekken. En zoals Jan Smit zojuist al uitlegde, is dit onderwerp feitelijk een tweede oratie. Nu zie ik wat hoogleraren in de zaal hun wenkbrauwen al fronsen. Waarom die tweede oratie?
Ik zal het heel kort uitleggen. Oorspronkelijk stond mijn oratie naar meerdere COVID-gerelateerde verdagingen. Ik voelde mij een soort Hof Amsterdam. Gepland voor 3 december 2021. Medio november werd duidelijk dat het uitspreken van de oratie alweer moest worden uitgesteld. En dit keer tot de lente van 2023. Ondertussen klinkt dat erg dichtbij. Maar toen duurde dat nog, zoals ik tegen mijn kinderen zou zeggen, 550 nachtjes slapen. Daarom besloot ik in goed overleg met de decaan mijn eerste oratie al te publiceren. En in mijn enthousiasme en achteraf gezien ook wel een beetje naïviteit, besloot ik mij vervolgens aan een nieuw verhaal te wagen. Gelukkig bouwt dat verhaal voort op de oorspronkelijke oratie. Dus mocht u morele bezwaren hebben tegen de gang van zaken, dan mag u het ook beschouwen als één lange, eerste en enige oratie. Aan mijn beide verhalen ligt ook hetzelfde fundament ten grondslag. Ten eerste is er de bewustwording dat de vennootschap een instrument is dat door de maatschappij aan de gebruikers van de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Enerzijds klinkt dat heel voor de hand liggend. Maar mijn ervaring is dat deze stelling ook weerstand oproept. Daarom leg ik hem kort uit. De wet biedt de mogelijkheid om een rechtspersoon op te richten en die te gebruiken in het economisch verkeer. Wordt gekozen voor de kapitaalvennootschap, dan biedt dat bepaalde voordelen, zoals rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid. Deze karakteristieken heeft de vennootschap echter niet zomaar. Ze bestaan omdat de wetgever en in het verlengde daarvan de maatschappij aan vennootschappen die karakteristieken toekent. Daarnaast profiteren vennootschappen van sociale middelen die door de maatschappij ter beschikking worden gesteld. Zoals de goed opgeleide werknemers van de Universiteit Maastricht en infrastructuur. Deze voorrechten krijgt de vennootschap logischerwijs alleen als die ook dienstig zijn aan de maatschappij. De vraag die vervolgens internationaal tot veel discussie leidt, is hoe je die welvaart het meest efficiënt of het eerlijkst creëert. Bereik je dat door je te richten op het belang van de aandeelhouders als de zogenoemde residual claimant? Of door je te richten op alle betrokkenen bij de vennootschap? Daarover gaat vooral internationaal de discussie. We hoeven aan die discussie ook geen einde te verwachten. Door de decennia heen gaat de pendule op dit punt heen en weer. Op dit moment lijkt de stakeholderbenadering weer aan terrein te winnen. Maar ik durf niet te stellen dat we daarmee at the end of history zijn. In Nederland kiezen we voor een pluralistische opvatting. Waarbij in het ondernemingsrecht niet alleen de belangen van aandeelhouders worden erkend, maar ook andere belangen. Duidelijk is dit terug te zien in de wettelijke bepalingen die werknemers beschermen en een beperkte mate van zeggenschap geven. Ook zijn er verschillende wettelijke bepalingen die crediteuren beschermen. Daarnaast heeft de rechter in verschillende uitspraken bijvoorbeeld de belangen van spaarders, potentiële bieders en publieke belangen erkend. U hoorde net al het voorbeeld van kinderopvang Estro, maar denk bijvoorbeeld ook aan de eerder genoemde eerder gevoerde procedure over de Bisschoppenconferentie en de Stichting Katholieke Universiteit, waar het publiek belang werd ingezet om de zeggenschap van de bisschoppen bij de Radboud Universiteit sterk te beperken. Belangenpluralisme staat dus centraal in het ondernemingsrecht. Maar waarin komt dat belangenpluralisme dan terug? Dat kan op twee punten. Ten eerste in de sleutel van de bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap. Wie heeft waarover zeggenschap en welke belangen worden daarmee gediend? Daarover ging mijn eerste oratie. Het Nederlandse ondernemingsrecht erkent weliswaar belangenpluralisme, maar de bevoegdheidsverdeling is redelijk klassiek ingestoken. De enige stakeholder met wezenlijke ondernemingsrechtelijke zeggenschap zijn de aandeelhouders. En een klein plukje zit bij de werknemers. Dat heeft sommige auteurs doen suggereren om een vergadering van stakeholders te introduceren. En nu ben ik weliswaar in een boekbespreking van mijn proefschrift terecht gekwalificeerd als een structuurdenker,
Maar deze suggestie is volledig in lijn met structuurdenken. Maar ook ik denk dat dit op korte termijn geen haalbare kaart is. We moeten echter wel nadenken en debatteren over deze suggesties en mogelijkheden, want ze zijn hoe dan ook waardevol. Ook moeten we aan de slag met mogelijkheden om het ondernemingsrecht op meer bescheiden wijze te nuanceren en met kleine stappen dichterbij een zeggenschapsmodel te komen dat meer representatief is voor pluralisme. In mijn eerste oratie heb ik daarover wat verdere gedachten uiteengezet. Ten tweede kan het binnen de sleutel van gedragsnormen. En daar gaat het vandaag over. Vooropgesteld, in het recht zijn gedragsnormen belangrijk. Het recht gaat immers voor een groot deel over het reguleren van gedrag en het beschermen van de belangen van personen. Gedragsnormen zijn echter vaak open geformuleerd. Bestuurders moeten in het vennootschappelijk belang handelen. Iedereen moet redelijk en billijk handelen. De wet schrijft slechts hoog over en abstract voor hoe moet worden gehandeld. Het is vervolgens vaak aan de rechter om dit in een specifieke situatie te toetsen. Dat dit gebeurt is op zichzelf ook goed verklaarbaar. Ten eerste omdat het moeilijk is te voorzien welk gedrag in de toekomst in een concrete situatie gewenst is. Het kan niet allemaal van tevoren worden geregeld. Niet door de wetgever en ook niet in contracten tussen partijen. Ten tweede bestaan ondernemingen vaak voor langere periodes, waardoor eerder gemaakte afspraken als gevolg van tijdsverloop en veranderende inzichten in een ander daglicht komen te staan. Ten derde opereren ondernemingen in een dynamische omgeving. Vernieuwingen die ondernemingen raken, treden dan ook snel achter elkaar op. En dat heeft ook gevolgen voor wat redelijk en billijk wordt gevonden. Zijn er echte omstandigheden die zich vaker voordoen, dan kunnen in het belang van de rechtszekerheid vanuit die open normen subnormen worden geformuleerd. Die subnormen geven aan hoe in de regel met die terugkerende omstandigheden moet worden omgegaan. In het ondernemingsrecht zijn rechtsvormers, zoals de wetgever en vooral de rechter, veel bezig met het formuleren en aanscherpen van dergelijke subnormen. Een voorbeeld hiervan is de regeling over hoe om te gaan met functionarissen die een tegenstrijdig belang hebben. De regel dat deze functionarissen het vennootschappelijk belang moeten behartigen, heeft tot gevolg dat zij hun eigen belang niet boven het belang van de vennootschap mogen stellen. Om dat te waarborgen, voorziet het recht in een regeling over hoe om te gaan met die tegenstrijdige belangen. De eerste wettelijke bepaling dateert van 1928 en ingevoerd in 1929. Aan deze regeling is vervolgens in de rechtspraak verdere invulling gegeven, met als bekendste uitspraak het pruilarrest van de Hoge Raad uit 2007. Daarna heeft de wetgever de wettelijke tegenstrijdig belangregeling aangepast, waarbij hij gedeeltelijk heeft willen aansluiten bij Bruil. Daarnaast bleef bepaalde rechtspraak invulling geven aan hoe om te gaan met potentiële tegenstrijdige belangen, zoals de Linders-Hofstede-criteria. De ondernemerskamer heeft vervolgens meer recent in een reeks beschikkingen getracht het leerstuk weer een stap verder te brengen en vervolgens enigszins noodgedwongen twee overzichtsbeschikkingen gewezen. Ook de Hoge Raad deed in maart van dit jaar nog een duit in het zakje van het tegenstrijdig belang. Hoewel het door de wetgever en de rechter gevormde recht op dit punt niet zonder kritiek is, laat het in ieder geval zien hoe sprake kan zijn van een doorlopende en langdurige dialoog tussen deze rechtsvormers en met de praktijk, om een subnorm te formuleren en die vervolgens aan te scherpen. Over de rol van beide rechtsvormers in het bredere civiele recht zijn door de jaren heen prachtige bijdragen geschreven. Ik wijs bijvoorbeeld op de boeken van Walter van Gerven, Paul Scholten, Jan Franke, Gerard Wiarda en Herman Schoordijk. Ik maak hier slechts een paar algemene opmerkingen op basis van hun observaties en snel mij vervolgens naar het voor mij meer bekende rechtsvorming in het ondernemingsrecht. De wetgever en de rechter hebben ieder hun eigen rol. De wetgever heeft een gedegen maar langdurig proces
om tot rechtsvorming te komen, waarbij veel ruimte is voor directe en indirecte betrokkenheid van belanghebbende partijen. Het is daarmee een gedegen, maar ook weinig flexibel instrument. De capaciteit van de wetgever is bovendien niet onbeperkt en het ondernemingsrecht kan niet altijd prioriteit hebben. En het heeft ook niet altijd de prioriteit van de wetgever. De rechter zit ook niet bepaald ruim in zijn capaciteit, maar heeft tegelijkertijd ook niet echt een keus. Als aan hem een zaak wordt voorgelegd, moet hij daarop beslissen. De rechter doet dat zaakspecifiek en is afhankelijk van de zaken die worden voorgelegd. Zijn rechtsvorming is meer ad hoc, in zekere zin opportunistisch en reactief. De bekende Engelse rechter Lord Devlin maakte ook terecht het punt dat karakteristieken van rechter en creatieve wetgever van elkaar verschillen. Hij schrijft: "The judges are keepers of the law and the quality that they need for that task are not those of the creative lawmaker. The creative lawmaker is the squire of social reformer and the quality they both need is that of enthusiasm. But enthusiasm is rarely consistent with impartiality and never with the appearance of it." Dan de rol van rechtsvorming in het Nederlandse ondernemingsrecht. Vanwege de redenen die ik zojuist al even noemde, moeilijk voorspelbaar wat er gaat gebeuren, langdurig leven van ondernemingen en snelle vernieuwingen, moet de rechter in het ondernemingsrecht vaak een meer actieve rol vervullen, ook op het gebied van rechtsvorming. Gelukkig heeft het ondernemingsrecht, en dit zijn niet mijn woorden, een gewillige dienstmaagd, de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Deze kamer zit altijd met 5 leden, waarvan 3 raadsheren en 2 raden. Deze raden zijn deskundige leden, niet zijnde rechtelijke ambtenaren, dus ze zijn geen rechter. De ondernemingskamer heeft zich de afgelopen 30 jaar soms zelfs als activistische rechtsvormer getoond. Haar leden hebben veel expertise en ervaring in het ondernemingsrecht en, belangrijk voor de rest van het verhaal, het toetsen van beleid bij ondernemingen. Dit brengt mij bij de vraag over hoe om te gaan met rechtsvorming, belangenpluralisme en belangenpluralisme in het ondernemingsrecht en de rol van de ondernemingskamer daarbij. Zojuist noemde ik al kort dat 1. Het ondernemingsrecht uitgaat van belangenpluralisme en 2. De rechter een belangrijke rol speelt bij de rechtsvorming van het ondernemingsrecht en de bescherming van de belangen van de betrokkenen bij de vennootschap. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het ondernemingsrecht maar beperkt toegang geeft aan andere betrokkenen om zich tot de ondernemingskamer te wenden om nakoming van deze gedragsnormen af te dwingen. In tegenstelling tot andere boek 2 procedures heeft niet iedere belanghebbende het recht een enquête te verzoeken. Ik denk dat dit een belemmering is voor de ondernemingsrechtelijke rechtsvorming. Het betekent niet alleen dat die bredere betrokkenen minder rechtsbescherming toekomen binnen het ondernemingsrecht, maar ook dat zij naar andere mogelijkheden gaan zoeken om hun belangen te beschermen. Een van de ontwikkelingen die in de rechtspraak zichtbaar lijkt, is dat rechtszoekenden naar de gewone civiele rechter gaan om op grond van een potentiële onrechtmatige daad het beleid van de onderneming te wijzigen. Een voorbeeld van een dergelijke actie betreft de bekende uitspraak van de rechtbank Den Haag in zaken Milieudefensie tegen Shell, al is Shell natuurlijk geen Nederlandse vennootschap. Milieudefensie beoogde te bewerkstelligen dat Shell haar beleid zo wijzigt dat de CO2-uitstoot van de activiteiten van de Shell-groep tegen eind 2030 aanzienlijk is verminderd. De rechtbank wijst de vordering van Milieudefensie grotendeels toe. Om daartoe te komen, toetst de rechtbank onder meer het beleid van Shell. Zij komt bijvoorbeeld tot de conclusie dat de Shell-groep weliswaar bepaalde maatregelen heeft genomen op het gebied van milieubeleid, maar dat dit beleid te weinig concreet zou zijn en dat de klimaatambities van Shell op veel punten afhankelijk zijn van de mondiale energietransitie. Dit beleid zou in strijd zijn met de op Shell rustende reductieverplichtingen. Sommige auteurs stellen zich de vraag of het gelukkig is dat dit soort zaken überhaupt voor de rechter komt en dat de rechter vervolgens ingrijpt. Het is goed dat daarover wordt gesproken.
Tegelijkertijd is het de realiteit dat de rechter in ons huidige rechtsstelsel met deze vragen wordt geconfronteerd. Dit wordt alleen nog maar verder aangewakkerd naarmate de maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, nog prangender worden en de maatschappij en politiek verder polariseren en er zelf niet meer uitkomen. Kijkend naar de ontwikkelingen in binnen- en buitenland, denk ik dat we mogen assumeren dat er in de komende periode nog meer van deze vraagstukken voor de rechter zullen komen. Ook op het gebied van de rol van de onderneming en hun zorgvuldigheidsverplichtingen. Ik denk ook niet dat het ondernemingsrecht daar aan de zijlijn moet willen staan. Vanuit die praktische bril is het denk ik niet zozeer de vraag of dit soort vraagstukken voor de rechter komt, maar meer op welke manier rechters daarmee om zouden moeten gaan. Welke rechter dan het meest geschikt is om hierover te oordelen en of de huidige regelingen die toegang tot de rechter mogelijk maken voldoende zijn of aanpassing behoeven. Door de bril van deze assumptie kijkend naar het enquêterecht en de ondernemingskamer is mijn gevoel dat de ondernemingskamer juist de middelen heeft om het beleid van ondernemingen te toetsen aan de ondernemingsrechtelijke gedragsnormen, ook waar het gaat om de bredere betrokkenen. Dit is immers nu al hun taak, om te toetsen of sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid, of dat er sprake is van wanbeleid. Op dit punt ziet dat weliswaar in de meeste gevallen, op dit moment, sorry, zit dit weliswaar in de meeste gevallen op situaties die vooral ook een raakvlak hebben met aandeelhouders. Maar tegelijkertijd geeft de ondernemingskamer zich in haar oordeel met regelmaat rekenschap van de belangen van betrokkenen bij die andere betrokkenen bij de vennootschap. Denk aan het publiek belang in Estro, zoals ik dat zojuist noemde. Bovendien zouden de ondernemingskamer benoemde onderzoekers onderzoek kunnen doen naar dit beleid. Mijn voorzichtige verwachting en ook wel een beetje mijn hoop is dat dit een meerwaarde heeft voor zowel de kwaliteit van het doorgronden van de problematiek en de acceptatiegraad van een eventuele uitkomst van dat onderzoek en het vervolgens door de ondernemingskamer gegeven oordeel. Als zou worden overwogen om de ondernemingskamer een dergelijke rol te geven, dan zouden wel bepaalde aanpassingen van het enquêterecht nodig zijn. Enerzijds ziet dit op het verbreden van de toegang tot het enquêterecht. Als gedragsnormen bescherming moeten bieden aan betrokkenen, dan moeten die betrokkenen zich ook tot de rechter kunnen wenden om die gedragsnormen af te dwingen of de bescherming onder die gedragsnormen af te dwingen. Anderzijds zien de aanpassingen erop dat de poort niet te ver wordt opengezet. Het bieden van een bredere toegang tot de enquêteprocedure brengt het risico met zich dat allerlei belanghebbenden zich tot de ondernemingskamer zullen wenden in een poging het beleid van ondernemingen te wijzigen. Dat is weliswaar tot op zekere hoogte ook de bedoeling van het verbreden van de toegang tot het enquêterecht, maar het moet wel op een redelijke en effectieve manier plaatsvinden. Ook moet er een manier zijn om het kaf van het koren te scheiden, om daarmee ook ondernemingen en de ondernemingskamer te beschermen tegen lichtvaardige en ondeugdelijke verzoeken. De enquêteprocedure is immers een zwaar middel dat grote gevolgen heeft voor ondernemingen die daarin worden betrokken. Dat is zeker zo voor de onderzoeksfase, maar het is ook al zo voor de eerste fase van die enquêteprocedure. Om dat te illustreren, om als onderneming aan te tonen dat geen sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen, zal een onderneming vaak in detail moeten uitleggen waarom de soms oppervlakkig gemaakte verwijten onjuist zijn, althans in ieder geval onvoldoende zijn voor gegronde redenen. Daarvoor zal zij vaak veel en gevoelige informatie moeten overleggen in de procedure. Om dat te ondervangen zou kunnen worden nagedacht over een systeem waarbij lichtvaardige en ondeugdelijke procedures worden ontmoedigd, terwijl bona fide procedures worden ondersteund en aangemoedigd. Nou, we zouden nog uren kunnen stilstaan bij de technische aanpassingen die mogelijk zijn, maar de borrel lonkt en ik zie professor Zwart zo enigszins dorstig naar de deur kijken. Dus ik beperk mij tot een aantal korte observaties over de toegang tot het enquêterecht, een systeem van early dismissal en kort iets over financiering.
Allereerst de toegang. Niet iedere betrokkenen heeft op dit moment toegang tot het enquêterecht. De wet somt limitatief op wie toegang hebben, waarbij de enquêtegerechtigden op hoofdlijnen kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën. Kapitaal, arbeid en de vennootschap zelf. Daarnaast hebben de curator en de advocaat-generaal van het Hof Amsterdam het enquêterecht, maar zij maken hiervan, blijken de cijfers, weinig gebruik. Andere betrokkenen bij de vennootschap hebben dus geen toegang tot de enquêteprocedure, tenzij zij dat recht bij overeenkomst of de statuten is toegekend, of zij als belanghebbende in een lopende enquêteprocedure opkomen. Immers, in een eenmaal gestarte enquêteprocedure hebben belanghebbenden ongeveer dezelfde positie als een verzoeker. Zij kunnen vragen om een onderzoek naar onderdelen van het beleid en de gang van zaken en kunnen de ondernemingskamer vragen om in te grijpen door het treffen van onmiddellijke voorzieningen, zolang het maar betrekking heeft op de onderwerpen van het oorspronkelijke verzoek. Als wordt nagedacht over het verbreden van de toegang tot het enquêterecht, dan zijn daarvoor op hoofdlijnen twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om betrokkenen direct toegang te geven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen, en u voelt hem wel aankomen, door het criterium voor de toegang tot het enquêterecht te verbreden tot het begrip belanghebbende. Die stap is minder verstrekkend dan die misschien op het eerste gezicht lijkt. Belanghebbenden kunnen ook nu al in een lopende enquêteprocedure interveneren. Bovendien werken verschillende andere boek 2 procedures met dit begrip en staat bij de gewone civiele rechter de voldoende belangtoets centraal. Bij indirecte toegang kan worden gedacht aan de mogelijkheid voor de bredere betrokkenen om zich te wenden tot de advocaat-generaal van het resortpakket, die vervolgens kan beslissen of hij een enquête verzoekt op basis van het door de betrokkenen naar voren gebrachte belang. Dit brengt mij terug bij mijn eerste wetenschappelijke artikel. Toen ik werkstudent was, vroeg Jan Ijsbouts mij of ik met hem een artikel wilde schrijven voor TVOB. Dat wilde ik wel. En hoewel ik weinig wist van artikelen schrijven en ik tot vandaag denk dat mijn betrokkenheid Jan vooral meer tijd moet hebben gekost, was een van onze aanbevelingen dat de belanghebbenden een verzoek kunnen doen bij de advocaat-generaal. En hoewel dit in theorie een aantrekkelijke optie was en wat mij betreft ook blijft, vrees ik dat ook dit in de praktijk een weinig realistische mogelijkheid zal zijn. Dan de beperkingen om een stortvloed van lichtvaardige en ondeugdelijke verzoeken te voorkomen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door gebruik te maken van een vroege vorm van afwijzing als een verzoek, van het verzoek als het evident lichtvaardig of ongefundeerd is. Er zijn andere jurisdicties waar ondernemingsrechtelijke procedures in een dergelijke stap voorzien, expliciet in een dergelijke stap voorzien. Het Engelse recht bijvoorbeeld kent een regeling op basis waarvan aandeelhouders een zogenoemde derivative action kunnen starten. U herkent hem nog van zojuist van Shell. Als een aandeelhouder een dergelijke actie wenst te starten, dan moet hij eerst toestemming krijgen van de rechtbank om de actie voor te zetten. De rechtbank mag deze actie alleen toestaan in het geval dat de verzoekende aandeelhouders prima facie een zaak hebben en geen van de in de wet opgenomen afwijzingsgronden van toepassing is. In de Shell-uitspraak van de Engelse rechter is dat precies op basis waarvan die toestemming uiteindelijk is geweigerd. In Duitsland bestaat een vergelijkbare test in het geval van een derivative action, dus onder Duits recht. Ook daar moet een aandeelhouder toestemming krijgen van de rechter voordat hij de vordering mag voortzetten. Ook in het Nederlandse collectieve actierecht, waar ik tegenwoordig ook wat vanaf weet, is een vorm van early dismissal opgenomen. Artikel 1018c, lid 5 sub c, rechtsvordering, bepaalt dat een inhoudelijke behandeling van de collectieve vordering slechts plaatsvindt indien en nadat de rechter heeft beslist dat niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van de collectieve vordering blijkt. Met deze toets kunnen lichtzinnige of ongefundeerde vorderingen of vorderingen die zich overduidelijk niet lenen voor een collectieve actie in de ontvankelijkheidsfase al worden afgewezen. Het introduceren van een dergelijke early dismissal toets of een motion to dismiss toets in het enquêterecht voor verzoeken van rechtszoekenden die niet tot de klassieke enquêtegerechtigden behoren,
maar juist tot die bredere groep betrokkenen die een beroep doen op een gedragsnorm waarvan de precieze reikwijdte nu nog onduidelijk is, zou een goede balans kunnen bieden. Nadat een enquêteverzoek door de rechtszoekende aanhangig is gemaakt, krijgt de verweerster dus de gelegenheid zich gemotiveerd te beroepen op deze early dismissal toets, waarna de ondernemingskamer daarop uitspraak doet. Dan het laatste onderwerp, financiering van de procedure. Op dit moment is het uitgangspunt in het enquêterecht hetzelfde als in, het algemene civiele procesrecht. Namelijk dat alleen een vooraf vastgesteld bedrag aan proceskosten door de verliezende partij aan de winnende partij wordt vergoed. Dit bedrag staat echter in geen enkele verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten, werkelijk door de partijen in de enquêteprocedure gemaakte kosten. De ondernemingskamer heeft wel indirect de mogelijkheid de verzoeker te veroordelen in de kosten, als zij oordeelt dat het verzoek niet op redelijke gronden is gedaan. En kan ook de bestuurder, commissaris en anderen in dienst van de vennootschap in de kosten van het onderzoek veroordelen. Indien uit het verslag blijkt dat zij verantwoordelijk zijn voor een onjuist beleid of onbevredigende gang van zaken. Ook deze mogelijkheden beperken zich echter tot uitzonderlijke situaties. Overwogen zou kunnen worden om, samen met eigenlijk in combinatie met die early dismissal, early dismissal instrument, een meer flexibele regeling voor proceskosten te introduceren, waarmee enerzijds kan worden gestimuleerd dat betrokkenen met goede verzoeken worden gesteund, terwijl verzoekers met opportunistische en ondeugdelijke vorderingen worden ontmoedigd. Inspiratie kan ook daarvoor weer uit het collectieve actierecht en het Duitse en Engelse derivative action recht worden gehaald. In het collectieve actierecht bestaan twee specifieke regelingen die zien op proceskostenveroordelingen, waarbij de eisers en gedaagden verschillend worden behandeld. Artikel 1018L, lid 1, rechtsvordering, bepaalt dat wanneer de rechter surmierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering, hij de salarissen van de advocaat van de wederpartij ten laste van de in het ongelijk gestelde partij maximaal kan vervijfvoudigen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Een werkelijke kostenveroordeling ging de wetgever in dit geval echter te ver. Datzelfde geldt niet voor het geval de collectieve vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. Lid 2 van hetzelfde artikel bepaalt dat wanneer een rechter een collectieve schadeafwikkeling vaststelt, hij een kostenveroordeling mag uitspreken die afwijkt van het liquidatietarief. Dit heeft tot gevolg dat de kosten die de eisende partij heeft gemaakt worden verlicht of geheel worden gecompenseerd, zolang deze kosten maar niet nodeloos zijn. Dit verlaagt de drempel voor een eisende partij om een collectieve actie te starten en maakt het makkelijker om de procedure zodanig te schikken dat de kosten van de exclusieve belangenbehartiger worden vergoed. Ook in de hierboven kort beschreven derivative action regelingen is rekening gehouden met de kosten voor het voeren van een dergelijke procedure. In zowel het Verenigd Koninkrijk als Duitsland heeft dit ertoe geleid dat wanneer een rechtszoekende toestemming krijgt om een vordering voor te zetten, hij zijn proceskosten vergoed krijgt door de vennootschap, ongeacht of de vordering uiteindelijk wordt toegewezen. De hierboven beschreven procedures hebben gemeen dat zij enerzijds proberen lichtzinnige of ondeugdelijke vorderingen te ontmoedigen, terwijl ze tegelijkertijd partijen met bona fide vorderingen proberen te stimuleren. Hetzelfde is tot op zekere hoogte al het geval in het enquêterecht in beperkte mate, en dit zou in combinatie met de early dismissal verder kunnen worden uitgewerkt. De gedachte daarbij kan zijn dat een rechtszoekende zijn eigen kosten moet dragen tot aan het oordeel van de ondernemingskamer over de early dismissal, en dat de ondernemingskamer de procedure laat doorlopen, dat dan die kosten wel vergoed worden, voor zover redelijk. Ook is het nog mogelijk een tussenweg te bewandelen, waarbij de ondernemingskamer kan kiezen tussen enerzijds het in beginsel vergoeden van de kosten tijdens de procedure, zoals bij de derivative actions, of het uitstellen van het besluit over kostenveroordeling tot het einde van de enquêteprocedure en het al dan niet vaststellen van wanbeleid, zoals in het Nederlandse collectieve actierecht.
Ik sluit inhoudelijk af met een woord van geruststelling en waarschuwing. Als de toegang tot het enquêterecht wordt verbreed en de ondernemingskamer meer uitspraken moet doen en meer recht moet gaan vormen over de rol van ondernemingsrechtelijke gedragsnormen richting deze bredere betrokkenen, dan zou het verstandig zijn om een behouden houding aan te nemen. Dit betekent niet dat de ondernemingskamer verzoeken direct moet afwijzen, maar wel dat de ondernemingskamer zich voorzichtig in dit speelveld beweegt. Naast de algemene terughoudendheid bij het toetsen van beleid, kan dat terugkomen in de keuze om zuinig te zijn met het treffen van onmiddellijke voorzieningen en scheutig met bijvoorbeeld geheimhoudingsmogelijkheden in de procedure. Ook kan de ondernemingskamer nauwe overwegingen formuleren waarmee de rechtsvorming in kleine stapjes plaatsvindt. De beroemde Engelse senior law lord Thomas Bingham schreef in zijn bijdrage The Judge as Lawmaker dat het recht in kleine stapjes moet worden gevormd en niet in reuzenstappen. Hij citeert daarbij Francis Bacon, een Engelse Lord Chancellor uit de 16e eeuw, die het volgende schrijft. The work which I propound tended to pruning and grafting the law, and not to plowing up and planting it again. Ik kom tot een afronding en daarbij hoort een dankwoord. Nu kan ik u verzekeren, mijn vrouw, die daar vooraan zit, die zit hier niet op te wachten. Zij wist mij enkele dagen geleden, misschien na een lichte frustratie over mijn gestres over deze oratie, nog te vertellen dat ze een dankwoord maar onzin vond. We houden het dus kort, omdat ze anders misschien halverwege alvast samen met professor Schwartz naar de bar loopt. Allereerst de universiteit. Dank ben ik verschuldigd aan het college van bestuur van de Universiteit Maastricht en de faculteit der rechtsgeleerdheid voor het in mij gestelde vertrouwen. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor de inzet van Jan Smits als onze decaan. Ik ben bijzonder verheugd dat ik aan deze mooie universiteit invulling mag geven aan deze leerstoel. Vele mensen op deze universiteit zijn voor mij een inspiratie geweest. Beginnende met Bart Groen, bij wie ik het vak cassatie volgde. En vervolgens de personen met wie ik heb samengewerkt bij het ICGI. Allereerst Jos Hamers en Christine van Basten-Baudin, die belangrijk zijn geweest voor mijn academische vorming en mij ieder op hun eigen manier belangrijke vaardigheden hebben bijgebracht. Dan Kit Schwartz. Het is niet overdreven om te zeggen dat Kit de reden is dat ik mij bezighoud met het ondernemingsrecht. En dat geldt voor velen met mij. Bovendien is het altijd gezellig, vaak in een kroeg of in een restaurant, maar af en toe ook heel serieus, in een arbitrage of bij het schrijven van een artikel. Dat laatste vond en vindt regelmatig plaats in het tuinhuisje van Kit, waar onder de strenge blik van een aantal Afrikaanse maskers serieuze en minder serieuze onderwerpen worden besproken, het liefst met een glaasje whisky erbij. En dan natuurlijk Mieke Olaerts. Als er iemand belangrijk is geweest, maar ook nog steeds is, voor mijn academische werk, dan is het Mieke. Zij fungeert als mijn academisch geweten. Als ik overenthousiast ben, weet zij mij te beteugelen. En als ik te passief ben, en lees vaak eens als ik ergens te laat mee ben, dan krijg ik op mijn kop. Ik hoop dat wij nog erg lang met elkaar op die manier mogen samenwerken. En dan Lois en Loef. Mijn werk is voor mij eigenlijk het combineren van hobby en werk. En het is een feest dat samen met zoveel talentvolle en gemotiveerde en unieke personen te mogen doen. In het bijzonder ook dank aan Sydney, Vincent en Tom voor alle steun. Wij mogen ons erg gelukkig prijzen met het briljante team waarmee wij mogen samenwerken. En natuurlijk mag ook Meike niet ontbreken, al zag ik dat ze hierboven straks wat later pas naar binnen kwam. Want hoewel zij onze groep heeft verlaten voor de concurrent, heeft ze mij altijd gesteund en heb ik ontzettend veel van haar geleerd. Dan naar pap en mam. Gezien jullie achtergrond zou je denken dat voor mij een geheel of gedeeltelijke academische loopbaan eigenlijk wel logisch is. Toch heb ik jullie er niet op kunnen betrappen mij ooit in die richting te wijzen. Als we eerlijk zijn, dan denk ik dat jullie al lang blij waren als we in de zomer konden constateren dat ik het jaar weer gehaald had.
Ik heb op de middelbare school zo rond de periode maart-april iets vaker met jullie bij mijn mentor gezeten dan jullie en misschien ook wel mijzelf lief was. Wel heb ik warme herinneringen aan gebeurtenissen die om het academische werk heen liggen. Zoals het als kleine jongen bezoeken van de varkensstallen van de universiteit. Het als iets grotere jongen illegaal leren autorijden in een oude donkerblauwe MGB GT op het terrein van de universiteit. En het nog steeds bij mijn moeder naar de tandarts gaan. Er zijn toch maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze aan dat laatste warme herinneringen overhouden. Ook kan ik mij nog de oratie van mijn vader herinneren. Niet inhoudelijk, ik had geen idee waarover het ging. Enorm trots mijn oma die dag was. Misschien zijn het die warme herinneringen die mij in kleine stapjes hebben gevormd. Dan tot slot Annemarie. Het valt niet in woorden uit te drukken wat ik voor jou voel en wat wij hebben. En dat ga ik dus ook helemaal niet doen. Zeker niet hier publiek. Dat fluister ik wel als we morgen naar huis rijden en de kinderen op de achterbank liggen te slapen. Ik heb gezegd. Dank u wel, professor Kemp, voor deze prachtige inaugurele reden, breed opgezet, rechtsvergelijkend, met aandacht voor beleid in het recht. Heel veel dank hiervoor. Namens de Universiteit Maastricht van harte gefeliciteerd met de benoeming. En in die felicitaties betrek ik ook heel graag je vrouw Annemarie, je beide zonen en alle familie en vrienden en collega's hier aanwezig in de zaal en online. Geachte aanwezigen, ik nodig u nu heel graag uit voor de receptie. Die zal plaatsvinden in de refter en op de binnenplaats van deze universiteit. Waar u professor Kemp kunt feliciteren. En Bastiaan zei al tegen mij, het kan zijn dat de rij heel lang wordt. Die kans is zelfs vrij groot. Gaat u dan vooral ook eerst wat met anderen spreken, om ook dus na te praten over deze mooie oratie. En vindt u dan een later moment om professor Kemp te feliciteren. En hiermee sluit ik deze academische zitting.